Mijn God is een kunstenaar die alles wat hier op aarde leeft met zijn hand geschapen heeft. Hij heeft het licht ooit aangedaan, liet sterren aan de hemel staan, creëerde bossen, bergen en rivieren, vol met vissen, vogels, dieren. En na 6 dagen was hij klaar, want mijn God is een kunstenaar. Mijn God is een kunstenaar die in elk mens iets heeft geplant, wat iets laat zien van zijn scheppershand. Een talent om een kunstwerk te creëren, te kunnen dansen, zingen, musiceren. Want God schiep hem naar zijn evenbeeld. En door alles wat hij maakt of speelt, komt iets goddelijks openbaar. Want hij is net als God, een kunstenaar. Zuid-Afrika geven wij voetbaltrainingen. We werken echt in de townships, dus midden in de achterstandswijken van Zuid-Afrika. En daar trainen we de jongeren en proberen we ze te leren samen te leven met God en met Jezus. En te leren om ook discipelen te maken, om ook die voorbeeldrol te zijn in hun sociale cirkels. Vroeger werkte ik in de sportschool. Ik heb een sportopleiding gedaan en ik kwam stage lopen in de sportschool in Voorthuizen. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken en daar kon ik ook aan het werk. En ik werkte ook op dat moment in een kroeg. Dus voor mij was het eigenlijk het feesten en de sportopleiding ging een beetje dwars om elkaar heen. Ik was zelf heel erg zoekende. Ik ben gelovig opgevoed. Mijn vader die had een afkeerkliniek en ik keerde me juist eigenlijk heel erg af van dat. Ik geloofde zelf niet en ik dacht eigenlijk dat mijn ouders knettergek waren. Alleen op een gegeven moment lagen mijn ouders in scheiding. En daar had ik zoveel pijn van dat ik echt ben gaan vluchten in drugs, in drank en in eigenlijk alles lang levende lol. En op een gegeven moment was het veel stappen, veel uitgaan. En op een gegeven moment zijn we met een groep naar Amsterdam gegaan. En daar zijn we uitgegaan en daar kwam heel veel drugs en drank bij kijken. Toen zijn wij in een vechtpartij beland en in die vechtpartij daar brak ik op een gegeven moment mijn neus. En dat zag ik pas in de taxi toen een vriend van mij zei van joh, doe je jas eens weg. En ik deed mijn jas weg en ik zag mijn neus aan de andere kant van mijn gezicht zitten. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden en in het ziekenhuis keek ik in de spiegel en toen dacht ik bij mezelf van ja, als ik hiermee doorga, ja, dan ga ik een keer dood. En op dat moment woonde ik bij mijn opa en oma. Mijn ouders die lagen in scheiding. En toen viel ik een nacht op mijn knieën en toen zei ik, God, als u dan bestaat, laat het dan maar zien, want ik red het zelf niet. En een week daarna, want ik werkte ook in die sportschool, toen kwam er een vrouw naar me toe. En die sprak over de liefde van een vader, de liefde van Jezus. En ik dacht bij mezelf, ja, het kan allemaal wel, maar waarom zijn mijn ouders dan gescheiden? En waarom leven er allemaal mensen op de straat en kinderen in Afrika die geen ouders en geen vader of moeder hebben? En zij vroeg aan mij of ze voor me mocht bidden. En ik zei, nou, bid maar, ik heb niks meer te verliezen. En ze begon voor mij te bidden en ik denk na 1-2 minuten kwam er zoveel liefde over me heen. En ik kon die liefde niet handelen, ik kon niet meer op mijn benen staan. En mijn ogen tolden in mijn achterhoofd en die liefde nam me eigenlijk helemaal over. En toen gaf ik mijn leven aan Jezus en is mijn leven radicaal veranderd. Dag Chris. Hey, Michael, goed je te zien. Goed je te zien. De dag dat ik Chris ontmoette, toen was ik in de sportschool aan het werk. En ik vertelde mijn getuigenis tegen mijn baas en tegen de stagiaire daar. En zij begonnen over de evolutietheorie. En ze begonnen eigenlijk mij verhalen te vertellen waar ik geen antwoord op wist. En op dat moment kwam Chris bij mij staan, dat is mijn mentor. En die nam eigenlijk het gesprek over en die vertelde hun het evangelie. En op dat moment sprak hij met zoveel wijsheid en rust dat ik zei tegen hem, ik wil wel vaker met u praten. En zodoende zijn wij in aanraking gekomen met elkaar. Waarover ben je dankbaar? Dankbaar. Ik ben nu dankbaar dat we dit nu kunnen filmen, getuigenis kunnen filmen. En dankbaar dat we weer bijna richting Zuid-Afrika gaan om daar weer in de townships aan de gang te gaan en training te geven. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor, ja. Ja, zeker. De Heer was duidelijk bezig met Michael en met mij. En toen zijn we begonnen gewoon te praten over dingen waarmee Michael aan het worstelen was vanuit zijn verleden, maar ook dingen waarmee nu op die stadium destijds mee bezig was te worstelen. Nou ja, dat zijn worstelingen die ik ook meemaakte toen ik zijn ouderdom was.
gebrokenheid die er natuurlijk was na de scheiding en de pijn. Ja, dat is niet radicaal weggenomen, maar daar is een proces aan doorgegaan. En wij zijn met Chris ook samen door een boek gegaan. En met ook andere mensen die mij hebben geholpen, waar ik gesprekken mee gehad, waar ik mee heb gebeden. En ja, toen in februari is er toen misgegaan. We hebben op dinsdag een echo gehad. En woensdag begon mevrouw eigenlijk al van, ja, ik heb vandaag de kleine heel weinig gevoeld. En toen bleek dat de baby niet meer leefde. Ik heb die tijd met name ervaren
dat ik me eigenlijk heel snel neerlegde bij het feit van, ik ga hier geen antwoord krijgen. Dus ik kan heel boos zijn, maar ja, die vraag moet ik straks stellen. En ik heb op een gegeven moment wel gezegd van, ja, maar ze gaat van de mooiste plek naar de mooiste plek. Van de moederschoot naar de vader. Als je het erover hebt, heb je nog steeds verdriet. Je mist ze elke dag. Maar het is, qua omgaan is het wel heel anders. Of je het alleen doet, of dat je het met God doet. En dat is echt het grote verschil. Toen naar mijn eerste dochter. Toen is dat zeg maar omgedraaid in echt pure woede. En boosheid naar alles en iedereen. Ja, en nu is het natuurlijk gewoon het besef dat hij ons niet alleen laat. En dat je daar je kracht uit kan halen. En dat hij de negatieve dingen uit je leven gebruikt. Voorheen, ik zeg altijd, schelde ik het alfabet weer bij elkaar. Voordat de middag was geslagen. En dat doe ik eigenlijk niet meer. En niet om, het is niet dat ik het verleden ben of zo, maar weet niet, het is gewoon, er is gewoon geen behoefte meer aan, zeg maar. En daarvoor, deed ik de hele dag. Dus je merkt ook wel gewoon verandering in jezelf. En dat vind ik nog het meest bijzondere. Omdat ik altijd het eerst weer, maar ik ben niet te veranderen. Ik ben wie ik ben en dan moeten ze maar genoegen mee nemen. Maar je verandert wel degelijk. Mooi. Ik kondig je de volgende verhalen aan. Vlak voor een reis naar Albanië hoort Dick dat hij ernstig ziek is. Zijn broer Heinz krijgt die zondag een sterke aandrang om voor zijn broer te gaan bidden. Marijane kan het soms bijna niet geloven wat ze allemaal heeft meegemaakt. Met God vond ze de weg terug naar geluk na een hele heftige, donkere periode. Met Dané ging het niet zo goed op haar nieuwe school, maar drie woorden helpen haar door die lastige tijd heen. In de eerste week van de dag stond ik mij te scheren en ik ontdekte in mijn hals een bobbel. Nou, met een beetje geneeskundige achtergrond besefte ik wel dat dat niet normaal was dat daar een bobbel zat. En ik ben samen met Willy, mijn echtgenote, naar de KNO-arts gegaan en hij zei van ga maar zitten, want ik heb niet zo'n goed bericht. Hij zegt het zijn kankercellen van een uitzaaiing, dus een metastase, en de kankerhaard moet zitten in het KNO-gebied, dus in dit deel. En met die tijding werden wij nog niet heen gezonden, maar hij zei wel gelijk van de vakantie die je had gepland in Albanië, die is bij deze gecanceld, want ik heb een afspraak voor je gemaakt in het UMCU in Utrecht. Ja, Dick en ik hadden wat voorbereiding aan het treffen om samen naar Albanië te gaan. We waren daar echt heel enthousiast over en om samen een keer op te trekken, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Alleen een week voorafgaande sprak ik Dick en die vertelde van joh, ik heb een bobbel in mijn hals en dan moet ik mee naar de dokter. Ja, nou, dat is, dat zou ik dan maar doen. Ja, dus vervolgens is Dick naar de huisarts geweest. En hij belde van joh, ik moet ermee naar het ziekenhuis, want het is waarschijnlijk niet goed. Ja, en toen is dat ook bevestigd in het ziekenhuis dat het waarschijnlijk een uitgezaaide kanker was. En dat ze toch wel het vermoeden hadden dat het kwaadaardig was. Ten eerste plaats is dat natuurlijk wel een hele heftige boodschap. Dat je kanker hebt. En dan hoop en bid je gewoon dat het meevalt. Zondags zat ik in de kerk in Nunspeet. Het was viering van het heilige avondmaal. Nou, ik ging aan tafel
En het brood werd gebroken. En dat nam ik. En ook een moment van bezinning en stilte. En toen sprak God heel duidelijk, en ik weet zeker dat God het was, sprak heel duidelijk, want daarom was ik echt wel een beetje overrompeld, van na deze dienst ga je naar je broer en leg hem de handen op en bid genezing in Jezus' naam. Nou, ik kreeg gewoon kippenvel terwijl ik daar zat. En ik wist niet zo goed hoe ik het had. En, dus na de dienst ben ik naar de voorganger toe gegaan en ik zeg tegen hem, David, dit is mij overkomen en wat moet ik ermee? En waarom moet ik dat doen? En dus joh, je moet gewoon geloven, uitstappen in geloof en dat gaan doen. Dus we hebben samen even een rustig plekje opgezocht en toen hebben we samen gebeden. Heeft hij me gezegend weggestuurd. Ja, en toen stond ik buiten de kerk en dacht van ja, nou moet ik dat ook gaan doen. Nu moet ik ook uitstappen. Net na kerktijd wordt er aan de deur gebeld en staat mijn broer Heinz aan de deur. Hij zegt, Dick, ik ben net in de opstandingskerk geweest, ik heb het heilige avondmaal gevierd. En God heeft mij de opdracht gegeven om voor jouw gezondheid te bidden. Hij heeft gesprek gehad met de dominee, die heeft hem gezegend. Hij zegt, sta je ervoor open dat ik bid voor genezing in Jezus' naam? Daar hebben we even over gesproken, ik zeg maar laten we ook de Bijbel er even bij pakken. Van waar het dan ook staat, dat er sprake is van de genezing bidden in Jezus' naam. Dus we hebben Jacobus 5 gelezen. Toen zijn we met z'n drieën gaan staan. En eerst ook aan Dick gevraagd van, geloof jij dat Jezus jou kan genezen? En daar zei hij volmondig ja op. En toen zijn we gestaan met z'n drieën. En dan heb ik mijn hand op dat gezwel in zijn nek gelegd. En toen een kort gebed gebeden van, in Jezus' naam genees alle cellen die niet thuis horen, ga weg en herstel weer in de scheppingsstand. Ik voelde een trilling door mijn lichaam. Ik voelde warmte en ik wist dat ik genezen was. Dus de maandag naar het UMCU, ze stonden met elkaar te bakkeleien, want de KNO-arts uit een streekziekenhuis, die zal het wel fout hebben. Want een metastase, dan kun je bijna altijd ook de oorzaak van zien. En dat was in mijn geval niet. Ik zeg maar, die zullen jullie niet vinden ook. Want ik ben genezen. Nee, je hebt een metastase. Ik zeg ja, inderdaad, dat moet er nog uit. Maar daarna zal er niks meer gevonden worden. En ik ben in die week voorbereid voor de operatie. Ik heb een PET-scan gehad. Een PET-scan, daar krijg je radioactief materiaal ingespoten. En dus om te kijken of het toch nog ergens dan met de haard zat. Nee, het was alleen maar de metastase. Dus ik ben 's middags op vrijdagmiddag geopereerd. En die is verwijderd. Sindsdien sta ik onder controle. Ik ben van de normale arts van de KNO-poli overgegaan naar het hoofdprocessor, dokter De Bree. Een uitzonderlijk geval. En elke keer als ik bij hem kom, dan kom ik met een glimlach. En hij glimlacht terug. Hij zegt, we zullen even kijken, maar we gaan niks vinden zeker. Ik zeg, nee, we gaan niks vinden. Wat ik altijd heel bijzonder heb gevonden is dat Dick vanaf het moment dat we samen gebeden hebben, ook heeft gezegd van, ja, maar ik ben genezen. En dat is wel het wonderlijke, dat je erin gaat staan. En Dick is er gewoon in gaan staan en werd vervolgens een getuige van God bij de artsen. En als je zo'n ervaring hebt gehad met God, en je weet dat het van hem komt, en je gelooft dat het van hem komt, en dan gaat er iets veranderen in je leven. Het heeft me Dick toegebracht van, maar wat mij is overkomen, dat wil ik vertellen, en ik wil er zijn voor de medemens. Nou, dat is Dick op dit moment. Dirk was mijn levensmaatje. Liefde op de eerste oogopslag. Hij was een zeer intelligent mens, hooggevoelig, altijd het middelpunt van een feestje. Charismatisch, had heel veel vrienden, sociaal en een hele liefdevolle papa. Hij hield enorm veel van zijn kinderen. Hij was in een zekere zin het middelpunt van mijn leven. Ja.
Dirk was net uit de leger gestapt in Zuid-Afrika. Was hij toen 5 jaar onafgebroken uitgezonden ervoor. Wist ik niet op dat moment. Maar heeft hij zelf heel veel meegemaakt. Genocide, kindsoldaten, wapenhandel, drugshandel. Zat in militaire intelligentie. En wat hij daar heeft beleefd en gezien, heeft hem wel getekend voor het leven. We zaten op een bruiloftsfeest. De champagnekurken vlogen van die flessen. De volgende moment zat ik samen met hem onder een tafel. Hij trok mij onder de tafel in. En hij zat eruit te lachen. Maar dat was de eerste keer dat ik realiseerde dat er iets echt wel aan de hand was. We waren in totaal 21 jaar getrouwd. Waarvan de hoogtepunten waren echt gewoon extatisch geweldig. Perfecte relatie. En de dieptepunten werden steeds dieper. Ik kwam steeds meer in psychose terecht, regelmatig waanepisode. Hij verlies steeds meer ook grip op realiteit. Er waren meerdere keren aanslag op mijn leven zelfs. Er was de tijd dat er heel veel hulpverlening om ons heen liep. Zelfs wel 6 à 7 organisaties, van jeugdzorg tot veilig thuis. De enige wat wij wilden is hulp voor Dirk. Ik was mij aan het omkleden en mijn dochter riep mij, mijn middelste, van mam, er staat mensen bij de voordeur. En dat was een politieagent die kwam vertellen dat Dirk er niet meer was. Ja, verdriet. Omdat afscheid was er al lang voor de afscheid kwam. Ja. Ja, het was mijn levensmaatje. Ja. Maar het is ook vooral de verdriet van wat er geroofd is. Hij had ook een passie voor God. Door de duistere machten. Onze strijd hier op aarde is niet tegen wereldse dingen. Maar tegen dat wat ons weerhoudt van God zijn koninkrijk. De geest nam over. En ik kende nog niet de werking van de geest in mijn leven op zo'n tastbare manier. Maar... mijn ziel vindt rust in hem. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Ja, God was erbij. Dat gaf mij houvast. En kleine dingetjes en dan grote dingen. Was het tijd dat wat ik nodig had voor de deur lag. Vaak op de cent na. Heel bijzonder. In berichtjes, in bevestiging van wat ik ontvang van mensen. En een tekstvers. Een mededeling. Een glimlach. Ja, alles kwam altijd precies op tijd. Af en toe, als ik zou denken over mijn verhaal, dan denk ik, joh, wat heftig. Was het echt wel mijn verhaal? En dat was het wel. Maar God gaf mij de rust en de kracht en de lef om processen aan te gaan. Dus processen van wat nodig was voor mij om te gaan genezen. Dat ik mij weer veilig voelde. Dat ik... het leven kon oppakken, dat ik volledig voor mijn kinderen kon zorgen. En in die proces maakte ik ook kennis met streams, met die mensen binnen streams. En kon ik daar ook een veilig op deze plekken in die 3 volledig gemeubileerde appartementen zijn vrouwen dus welkom om te komen wonen.
pijn me toen echt dat ik was. Dat ik lief ben en dat het gewoon naar mij is. Dat ik niet in mijn eentje ben eigenlijk. Dat ik gewoon. God is met mij, ik heb heel veel familie en dan komt het gewoon allemaal goed. Dan heb je dan gevoel van het komt allemaal goed. Het komt wel. Wordt wel oké. Het gaat nu heel goed met mij en ik ben gewoon de meeste tijd blij. En ik merk ook heel veel kinderen op dat ik veel minder snel boos word en alles. Toen ging ik naar school toe en zei de juf van, het is met haar niet veranderd, het is compleet anders. Ik was gewoon de laatste tijd veel blijer door de DOI. Het heeft me ook heel vaak geholpen. Als ik dan verdrietig was, dacht ik aan de DOI. Wat ik leerde over God is gewoon dat als je dan verdrietig bent, dat je blij kunt worden door God. Zachtjes met je mee en ik laat je, omdat ik zoveel om je geef. Het eerste oog zien ze het niet, want deze pijn zit veel te diep, gevangen in verdriet. Kijk in mijn ogen en zie een wereld van verschil en geloof me. Ik bewijs het tegendeel, verander water om naar wijn. O, laat mij je vreugde zijn, dat is alles wat ik wil. En o, laat mij je vreugde zijn, ik droog je tranen, heel je pijn. Weet dat ik altijd je groot fan zal zijn en met trots naar je kijk, mijn vreugde ben jij. Oh, laat mij je vreugde zijn. Kijk in mijn ogen en zie een wereld van verschil en geloof me. Ik bewijs het tegendeel, verander water om naar wijn. O, laat mij je vreugde zijn, dat is alles wat ik wil. En o, laat mij je vreugde zijn, ik droog je tranen, heel je pijn. Weet dat ik altijd je grootste zal zijn en met trots naar je kijk, mijn vreugde ben jij. Oh, laat mij je vreugde zijn. En tijd je schepen te verbranden, stap uit die boot, kom in mijn armen. Vreugde zijn, ik droog je tranen, heel je pijn. O, weet dat ik altijd je grootste fan zal zijn en met trots naar je kijk, mijn vreugde ben jij. Oeh,
Waai met vele winden mee. Niet wetend wie ik ben of waar ik heen ga. Ik had veel verder kunnen zijn, maar ik sta niet meer waar ik stond. Mijn glas is niet half leeg, nee, het mijne is half vol. Ik ga hoe dan ook vooruit. Bestemming onbekend, maar ik vertrouw op hem. Ik gooi mijn angsten overboord, want ze brachten me nooit ver. Al ik vandaag nog in het water, de nieuwe koers is ingezet. Ik heb de hoop niet verloren, er is altijd weer een nieuwe dag. Wat vandaag brengen zal, dat blijft de vraag. Maar ik ben morgen start vandaag. Oh. Ja, morgen komt eraan, al is mijn koers dan uitgezet. De drift die drijft me weg. Dromen leiden schipbreuk als ik niet oplet. Als ik een misstap heb begaan en de golven overslaan, dan lig vandaag wel in het water, maar zal ik morgen verder gaan? Ik heb de hoop nog niet verloren, er is altijd weer een nieuwe dag. Antwoord op jouw vragen. Het verhaal dat je schetst kan ik niet dragen. Maar ik zal er zijn, juist in de dalen. Oh, kijk om je heen, je bent niet alleen. Dit doen we samen, oh. Kijk om je heen, je bent niet alleen. Want samen staan we sterk. Je weet toch dat als je valt, ik je weer help om op te staan. En de nacht nog zo lang, de zon zal weer op.
opgaan. En als je het echt niet meer ziet, weet ik zal klaarstaan. Oh, kijk om je heen, je bent niet alleen. Nee, dit doen we samen. Oh, kijk om je heen, je bent niet alleen. Oh, want samen staan we sterk. Je weet toch dat als je valt, ik je weer help om op te staan. En al lijkt de nacht zo lang, straks breekt de morgen. De nacht gaat voorbij, de morgen staat klaar. Houd me nog even vast en voordat je gaat, wil ik dat je weet, je bent niet alleen. En wat er ook komt, we slaan ons er doorheen. Want dit doen we samen nog. Kijk om je heen. Breng de morgen aan en zul je zien dat we samen zijn en de zon weer schijnt. Samen sterk. Ja, wat een mooi toepasselijk lied eigenlijk op al die filmpjes die je ziet, al die verhalen die je hoort. Dat mensen er met samen met God doorheen gaan, soms door hele dieptes heen. We gaan verder met een nieuwe serie van 3 filmpjes. We gaan straks kijken naar het verhaal van Henk. Henk is in het buitenland en viert oud en nieuw en raakt dan in paniek omdat hij merkt dat hij zijn autosleutels is kwijtgeraakt op een heel groot strand. En we gaan kijken hoe dat dan afloopt met Henk. En daarna, er is ook nog een verhaal van Heinz. En Heinz, het verhaal van Heinz is heel aangrijpend. We hebben net Heinz al gezien in het verhaal met zijn broer. En het verhaal van Heinz is zo aangrijpend omdat hij laat zien hoe hij jarenlang miskend en vernederd is door zijn eigen vader. En wat het dan doet met Heinz en hoe hij nu is geworden, dat gaan we straks zien. Maar we beginnen eerst met het verhaal van Maaike. Maaike is de oudste deelnemster van alle filmpjes die we laten zien. En Maaike ontdekt op een dag dat ze uitgezaaide kanker heeft. En dan weet ze op dat moment dat ze God heel hard nodig heeft. We gaan ernaar kijken. Mijn hoofd zei, de dokter komt eraan, maar ik kon niet meer. Ik kon haar ook geen antwoord geven. Dus zij zei, ik denk dat je een hersenbloeding hebt. Ik was een kopje thee aan het drinken. 1 april, vrijdagsmiddags, en de telefoon ging. Dus ik nam een telefoon op. Met mevrouw van der Laan. Dat dokter Smeets. Ik begon te slissen. Dus zij zei, ik kom eraan. Ik kwam dus in het ziekenhuis en dan ga je natuurlijk eerst een thoraxfoto. Ik ging in de scan en daar kwam uit de andere dag dat ik uitgezaaide borstkanker had. Mijn lever was slecht. Een tumor in mijn hoofd. Een tumor in mijn bekken. Tumor in mijn borst.
Dat was eigenlijk de prognose die mij gegeven werd. Dit is heel heftig. Ik ben zelf 50 jaar verpleegkundige geweest, dus ik was nu het leidende voorwerp. Anders stond ik met de arts naast het bed. Het was echt in één keer dat Maaike uitval kreeg. En ja, dan denk je in instantie even aan van alles, zeg maar. Ja, en gewoon heel erg schrikken. Van, maar ook al wel weer heel snel, ook door Maaike zelf, voordat je dan ja, met elkaar gelijk hier richt op de Heere God. Want, omdat we het van hem mogen verwachten en dat je dan ja, kracht krijgt. Ik kreeg dan te horen dat mijn lichaam heel ziek was. Heb ik gezegd, Heer God, ik weet niet hoe lang u mij het leven nog geeft, maar laat dit zieke lichaam tot eer van uw naam mogen zijn. En dat, zo heb ik het in Gods handen gelegd. Maar ik heb ook in het ziekenhuis gezegd, omdat ik niet kon spreken, Heer, doe een wonder in mijn leven dat mijn spraak terugkomt. Binnen 24 uur is met horten en stoten is mijn spraak teruggekomen. En ik heb ook gelijk de tweede, de derde dag dat ik ziek verklaard werd, de broeder het oudste laten komen, wat de Bijbel zegt, laat je zalven met olie. En de leider zal gezond worden. En daar heb ik mijn kracht uitgeput. En zo zie ik ook Gods grootheid, dat hij zijn woord waarmaakt. Ik heb over de meer als 100 kaarten gekregen. Grote, kleine, kinderen die iedere keer weer een feestje, als er weer wat was, als er weer wat kwam. Zo bijzonder en zo bemoedigend. Ja, dat is zo. Ik ben woensdag bij dokter Baas geweest. En die had hele goede uitslag. Dat het is nog weer kleiner geworden. Dus dan vraag ik mij af wat er dan nog te zien is. We hebben ook geen beelden gezien, want nou, ze zegt het is haast niet te zien. Dus het zijn wat schimmen nog. Nou, dan denk ik, wat een wonder toch in mijn lichaam. Het zijn allemaal wel ups en downs geweest in mijn leven tot nog toe. Want er zijn natuurlijk door de chemo krijg je wel hele nare verschijnselen in je lichaam. En dan ervaar ik zo dat God mij nabij is, dat ik weer mag bidden. En als het te zwaar is, dan app ik naar een paar vriendinnen die bidden voor mij. En God tilt me erboven uit. Als ik dan denk aan Psalm 1, dat we zijn als een boom geplant aan water. Dan in Jeremia staat hetzelfde. Van ze zullen groen en fris zijn in hun ouderdom. En ik mag mij onder de oude scharen. En dan merk je niet dat er hitte komt. Nou, ik heb ook hitte gemerkt. Maar toch weet ik, met God aan mijn zij ben ik sterk. Met God aan mijn zijde kan ik door die woestijnperiode of die droogte. Met God is dat mogelijk, ook voor jullie die nu kijken. Bij hem is alles mogelijk. Als ik weer getriggerd werd, bad ik weer tot God. Heer, wil alstublieft mijn vader veranderen. Het was een narcist, het was een ik-gerichte persoon. Het openbaarde zich in scheldpartijen, maar ook lichamelijke geestelijke mishandeling. In de leeslesjes was het zo, ik kon lastig lezen en mijn vader had een rookstoel. Dan moest ik achter de stoel gaan staan.
hield hij het leesboekje voor zich waar ik moest leren lezen. En dan ging hij met de vinger ging hij langs de regels. En dan zei hij, mijn vader was militair, dus je kon goed commanderen. En dan zei hij, wat staat hier? Stommet, wat staat hier? En nog een keer. En als ik dan voor de tweede keer of de derde keer verkeerd zei, dan sloeg hij keihard achteruit, recht midden in mijn gezicht. Is dat ik elke keer, en dat kan ik me herinneren vanaf mijn vierde jaar, tot God bad of hij mijn vader wilde veranderen. Dat bad ik telkens weer. En dat heb ik mijn hele leven lang heb ik dat gebeden. Op de MAVO en later op de LTS, als er een rapport kwam, ik ging gewoon met pijn in mijn buik naar school, elke dag. Echt verschrikkelijke pijn in mijn buik. En mijn moeder was geestelijk niet zo heel sterk. Die was nog wel eens overspannen. En dan zei hij tegen mij van, dat je moeder ziek is, dat komt door jou. En dat heeft hij verschillende keren tegen me gezegd. Als er gekibbel was tussen mij en mijn zusjes, dan sloeg hij mij net zwart als hij kon. En ik was altijd de gebeten hond. Zo word je dan apart gezet. En zo voel je dat ook. En dan krijg je een hekel aan je vader. Dat heeft ertoe geresulteerd dat toen ik 16 jaar werd, toen had ik mijn LTS-diploma op zak. En toen ben ik eigenlijk het huis uitgevlucht en heb ik me aangemeld bij de marine. Dus als 16-jarige jongen ben ik naar de marine gegaan. Tijdens een van mijn reizen, er was een reis naar IJsland en Groenland, kwamen we in een enorme storm terecht. En daarvoor had ik alles wat met God te maken had, had ik van me afgezet. Wilde ik niets meer mee te maken hebben. En toen kwam ik in een storm terecht. En die was zo heftig dat het schip op breken stond. En toen lag ik s'nachts op mijn hangmatje. En toen bad ik God van, Heer, als u terecht bent, wilt u dan alstublieft de zee tot bedaren brengen. En dat had ik nog wel in mijn hoofd zitten, dat hij dat al eerder had gedaan. En het bijzondere was, ik ben toen in slaap gevallen. En maximaal dat je kon slapen was zo'n 4 uur achter elkaar. Dus ik werd wakker en het was helemaal stil. En we zaten echt in een orkaan. En dat is heel vreemd, dat het stil is en dat de golven gewoon helemaal vlak zijn. Want als er een orkaan is geweest, dat duurt echt dagen voordat die deining er helemaal uit is. En daar werd toen ook wel over gesproken, van dat het wel heel bijzonder was. Maar ik wist hoe het kwam. En ja, toen kreeg ik weer vertrouwen in God de Vader. Beleidenis, catechisatie ben ik gaan doen. Daarin kwam er heel sterk naar voren dat als ik wilde groeien in geloof, dan moest ik mijn vader vergeven. Die blokkade moest daar gewoon weg. En dat heb ik toen eenzijdig gedaan. Ik heb hem dat vergeven. En ook de keren daarna kon hij ook mij niet meer raken. Er gebeurde nog van alles, maar hij raakte mij daar niet meer mee. Het was de avond voordat ik 59 werd. Toen kreeg ik een brief van mijn vader. En in die brief van mijn vader stond: lieve Heinz, ik realiseer me dat ik een verkeerde rol. In je leven heb gespeeld. Ja, ik was echt helemaal verstuk. Het was de dag voor mijn verjaardag. De dag erop ben ik naar hem toe gegaan. En mijn moeder was daar ook bij. En mijn vader was echt een mannetje van ja maar. En nooit lachen van hem, nog altijd aan hem. We hebben alles besproken, de mishandelingen, hoe hij me heeft weggezet, hoe hij me heeft behandeld ten opzichte van mijn broers en zusjes. En in dat gesprek is er geen enkele keer ja maar gevallen. Hij kreeg een keer darmkanker. En mijn vader was nog steeds een thuislezer en hij lag in het ziekenhuis. En zondags dan ging ik in plaats van de kerk ging naar hem toe. Dan lazen we een stukje en dan bad ik met hem. En terwijl hij altijd had gezegd van dat geloof wat jij aanhangt, dat is niet het ware geloof. En daar kregen we toch wel een bepaalde band. En zeker als hij ziek was, dan was hij zo lief. 2 jaar geleden werd hij weer ziek, ernstig ziek. Ik kwam in een verpleeghuis. En op de maandagmorgen dat hij in de hospice was, vroeg hij aan mij van,
waar mijn broers en zussen bij waren, van joh, wil je weer met me bidden en Bijbel lezen? Nou, dat heb ik toen gedaan, dat was een heel mooi moment. En toen vroeg ik aan haar van, pa, hoe zit het nou met je? Kan je straks sterven? En toen zei hij van, nee. En zei, ik kan het niet grijpen. Ik kan het niet grijpen. Toen zei ik van, je kan het ook niet grijpen. Je moet het echt ontvangen. En ontvangen doe je met open handen. Daar moest hij even over nadenken. En gaande de week werd het slechter met hem. En toen zei hij van, er was natuurlijk geen dominee in beeld. Geen geestelijk verzorger, niks. En hoe moet het dan als je komt overlijden? Wie gaat dan een kerkdienst doen? Of in ieder geval de afscheidsdienst. En toen vroeg hij aan mij van, zou jij de afscheidsdienst willen leiden? En wil je dan 1 Korinthe 13 nemen als tekst? Je merkt wel, dit doet gewoon heel veel met me. Een vader die altijd heeft mishandeld. Je geloof in God in twijfel trok. Vraagt, wil jij de dienst leiden tijdens mijn begrafenis? En wil je dan 1 Korinthe 13, de tekst over de liefde, wil je die dan daarin meenemen? Nou, dat is wel heftig. Ik vind het zo mooi. Je ziet dat de pijn wel wat doet, maar ik vind het zo mooi. En daar waar mogelijk en daar waar ik de kans krijg, deel ik dit met andere mensen. Eind 2005, december, gingen wij naar Zuid-Afrika. Daar ben ik heen gegaan met mijn vrouw. Mijn broertje en zijn vriendin. Op een gegeven moment zouden we, het was wel gek, we gingen naar Zuid-Afrika toe met het idee van nou, we gaan ook mijn vader ontmoeten. Die had ik 6 jaar niet gezien en geen contact mee gehad. Dus het was een beetje, ja, ook wel een beetje een spannend moment. En ook het idee van we gaan een feest vieren met Oud en Nieuw. Nou, uiteindelijk was het Oud en Nieuw. We zouden rond een uur of 10, we waren klaar met eten, het was gezellig. En het was het plan van wat gaan we nu doen. En mijn vader zegt, ik ga naar bed. Oké, is dit het? Ik had zin in een feestje. Ik dacht, we gaan allemaal dingen doen. En toen zei mijn vader, nou, weet je wat, je mag de auto wel lenen. En dan kun je, kijk maar even, maar doe voorzichtig, je zit in Zuid-Afrika. En dus ik ging met mijn vrouw, mijn broertje en zijn vriendin. En de dochter van de vrouw van mijn vader. Gingen we op weg. Het was 3 kwartier rijden. En wij kwamen eraan en het is, nou goed, we staan hier bij een strandje. Maar het was echt een serieus groot strand met alleen maar zand, zand, zand en 1 opgang. Superveel mensen, een mooie zee in je korte broek. En ik dacht, oké, allemaal mensen en ik heb de verantwoordelijkheid over dat groepje waar ik mee ben. En over de auto. Dus ik had een korte broek aan met zo'n grote zak aan de zijkant. Hup, sleutels erin, klittenband, klaar. En wij lopen, wij genieten en overal kijken en lopen. En ik de hele tijd zou voelen of ik die sleutels wel bij me had. Want dat is wel een beetje een dingetje. En we zitten op een gegeven moment ergens en we zijn wat aan het drinken. En ik doe automatisch nog eens een keer zo. En ik denk, oh nee, sleutels weg. Dus ik voel, een broek met 2 zakken aan allebei de kanten. Maar ik wist heus wel aan welke kant die zat. Dus ik voel, geen sleutels. Nou, dikke paniek en gezeur en de sfeer was gewoon omzeep, Oud en Nieuw of niet. Het was echt niet meer gezellig. En ja, en waar ga je dan zoeken? Ik bedoel, als je hier kijkt en je ziet al dat opgehoopte zand en doe dat keer 4, waar begin je dan? In het donker. En je gaat 5 keer door die hele zak, je hebt alle naadjes gevoeld, maar je weet 1 ding zeker, die sleutels zitten er niet in.
En ik raakte echt in paniek en het werd steeds grimmiger, niet gezellig. En hoe kan het nou? Nou, de hele reutemeteut. En ik weet dat ik op een gegeven moment zei van, uit een soort wanhoop en paniek, Heer, u moet me helpen, ik ben mijn sleutels kwijt. U moet me helpen, hoe kom ik terug? We hebben geen mobiele telefoon, 2005. We zijn ver weg en we zijn 3 kwartier van het huis waar we vandaan komen. Niemand weet dat we hier zitten. Hoe kom ik terug? En op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gevallen en heb ik gewoon in angst, in paniek, heb ik mijn handen in het zand gestoken en ik knijp ze dicht en in mijn rechterhand zitten de sleutels van de auto. En ik pak die sleutels en het eerste wat ik zei, ik heb ze. En ik doe die sleutels open en mijn broertje zei, maar dat, hè, hoe kan dat en waar dan? En ik zei, ja, weet ik veel. En ik was helemaal onder de indruk van het feit dat ik gewoon de sleutels weer heb gegeven en of gevonden. En dat God gewoon dat verhoort en mij die sleutels laat vinden. Terwijl het is niet het verhaal dat ik denk van, ik had een fantastisch gebedsleven en dit soort dingen gebeurden elke dag. Dit was gewoon de liefde van God die zegt van, ik luister naar je en ik geef het je. Maar, en het is ook zo'n, het heeft me niet veranderd op dat moment. Ik bedoel, het was 2005, veel later ben ik echt tot een levend geloof gekomen. Maar dit stukje was zo tof, zo liefdevol dat hij dat doet en dat hij geluisterd heeft. En tegelijk is het een stukje dat het echt zijn glorie is, omdat ik ben gewoon weer doorgegaan. En ik heb het aangenomen voor waar, van ik heb die sleutels, maar tegelijk dacht ik kan gewoon weer naar huis. Ik, het is gewoon afschudden, uppakee, in contact en gaan. Ik ben gewoon, alle stress was weg, het gezeur in de groep. Het was gewoon weer goed en we konden gewoon weer naar huis. Ja, wat zijn de verhalen verschillend, hè? Maar allemaal indrukwekkend en op hun eigen manier. En ik wil je ook aanraden als deze verhalen straks online live gaan. Als er een verhaal is die jou persoonlijk erg aanspreekt, om die ook te delen, zodat meer mensen ook die verhalen kunnen gaan zien. Nou, we gaan weer naar 3 nieuwe verhalen. We gaan zo eerst kijken naar het verhaal van Jan. En dat Jan nog steeds kan lopen en fietsen is echt een groot wonder. En over wonderen gesproken, Werner die ontdekte dat God nog steeds genas. En toen ging hij helemaal los. En we eindigen dit blok met het indrukwekkende verhaal van Chantal. En Chantal hoorde de stem van God op een hele bijzondere plek. Die rust en die vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Ik ben dus Jan de Graaf. Ik ben getrouwd met Aldi de Graaf van de Bund. Ik heb 2 zoons, 3 kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in Spakenburg. Wij waren onder gewoond om naar de kerk te gaan. Nou, wij hebben belijdenis gedaan, de belijdeniscategorisatie gezeten. Maar het frappante was, diep in je hart wist je dat niet was. Dat je in die kerk zat en dat er wel wat meer moest gebeuren dan staat alleen dit. En op een gegeven moment kwamen we in Barneveld bij een bakwagenverkoper, zeg maar. Daar kwamen we terecht. En die man, dat was een evangelist. En die had dan gelijk door dat er natuurlijk wel wat met ons was. Dus die nam ons naar binnen en die bood ons koffie aan. En die zei, geloven jullie in God? Ik zei, natuurlijk geloven wij in God. En toen vertelde hij ons hoe we tot God konden komen. Hij zei, je staat met je rug naar God toe. En eigenlijk moet je omdraai, want de Bijbel zegt, zie ik sta aan de deur in de klop. En indien jij de deur opent, toen zei hij, nou dat is zelf als je hier de deur hebt en je doet hem open en God staat hier echter te klappen en jij doet hem open, dan komt hij binnen en dan ontvang je de Heilige Geest
en je beleidt je zonde. Hij zei, en als je dan je bekeert van je zonde, dan gaat God met je aan het werk, zodat je beter leert kennen. En de Heilige Geest gaat je helpen. En toen zei hij, wil je dat? Ja, zei ik, waarom niet? Ik geloof toch in God, waarom zou ik dat niet doen? Ik wist heel niet meer wat ik deed, geloof ik. Want ja, we hebben bij ons nooit geleerd om Jezus aan te vaarden in je leven en je zonde te blijden. Dus dan gingen we dat doen. En op een gegeven moment kwamen we thuis en je voelde al in je hart dat er iets veranderd was. Er kwam een bijzondere rust over je in, weet je wel. Toen reed ik s'maandags of dinsdags over de A1 en het leek net of die ogen open gingen. En niet alleen voor de natuur, maar ook voor het woord van God. Ik keek vroeger in de Bijbel, ik snapte er helemaal niks van. En nu was het net of mijn ogen geopend waren, dat die Bijbel open ging voor mij. En we kwamen alle twee tegelijk, hebben daar het zondagsgebed gebeden en we kwamen allebei tegelijk tot geloof. Ik werkte toen nog in de bouw. Wat er gebeuren moet, dat is dan die blokken buiten staan en die moet op de muur gezet worden. En ik denk, ik zet ze niet meer op de vloer, want dan kunnen ze erin zakken. Dus ik zet ze boven op zo'n muur, dat ze niet erin kunnen zakken. Maar een bepaalde, er zat een sparing in, zeg maar, en die hadden ze niet onderstort met de stempels. En die vierde verdieping, die was van hout, dus als die stempel stond er niet op, dus ik zette die blokken erop en toen sloeg die om. Ik rende weg, maar ik rende in de lengte van de plaat. En toen die omkiepen, dus normaal kom je op je benen terecht, maar ik kwam op mijn nek terecht. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Toen ben ik daar terecht gekomen. Toen hebben ze me een dag slapen gehouden. En die dokters hadden gezegd al tegen mevrouw. Die hebben me geopereerd eerst. Dus is er een plaat in mijn nek gekomen. En hier in mijn... hier bij mijn strot, zeg maar, hier al. Mijn spraak. En onder de operatie werd ik dan wakker. Toen zei hij, waarschijnlijk kan hij niet meer praten. Toen dacht ik, heb ik gedacht, nu gaan jullie niet over, nu gaat God over. Enfin, die viel ook zo weer weg. Maar toen kwam ik bij en toen had ik mevrouw gezegd, waarschijnlijk zal hij zijn hele leven een kastpaantje blijven. Ze hadden zijn handen het niet meer doen en mijn benen niet meer. En het was ook zo, ze hadden geopereerd, niks deed er meer. Dus nee, jeuk aan je neus kun je wel niet meer krabben. Dus je handen doen gewoon niks meer. En toen op een gegeven moment, toen lag ik in het ziekenhuis en... toen dachten ze, ja, die haalt het niet meer. En toen hebben ze mevrouw opgebeld midden in de nacht. Hij zei, je moet nu komen, want hij wordt zo slecht. Ik denk niet dat hij het meer haalt. Dus mevrouw heeft de familie opgebeld. En die kwamen afscheid nemen. En toen kwamen ze daar, ik denk, wat komen jullie doen? Ik ga er niet aan. Dus toen op een gegeven moment nou ben ze weer weggegaan. En toen ging het weer beter net mee. Dus dan ben ik er weer bovenop gekomen, zeg maar. En toen op een gegeven moment kreeg ik een droom van God en toen zou ik me hier in Bunschoten weer op de markt lopen. Ik weer wakker, ik dacht, zou dat dan van God wezen dan van jezelf, want je bent er wel mee bezig. Op een gegeven moment droomde ik weer dezelfde droom. En we zeiden weer terug, ga ik met iemand gebeden en ze zei, ik droom nooit, maar ik heb gedroomd. Ik heb weer zien lopen, die schreef me een brief, hè? En die had ik al van zeiden al niet meer gezien. En fijn, toen kwamen allemaal mensen en die begonnen met me te bidden en begonnen ze zelf met olie. Toen kwam zelf een dominee uit Engeland en mijn benen die waren ijskoud, zeg maar. En toen op een gegeven moment begonnen ze te bidden, weer die ene been weer warm. En toen later mijn andere been. Toen begon deze hand weer te doen en toen later deze hand. Alleen mijn elleboog die is dan verbrijzeld en die duim die is gebroken. Die wou ze nog een keer opereren, maar ik zei, laat maar zitten, ik kan me mee prima redden. Ik fiets niet meer, ik rijd weer auto. Ik heb zelfs, ik moest eerst in een automaat rijden, maar ik heb nu mijn gewone rijbewijs weer. Ik mag weer in de schoolgebouw rijden. Dus het is echt een wonder van God. Helder. Ik ken nog wel moois voor u, meneer. Ik moet zien. God houdt van u. Oké, okay. Oh, dankjewel. Ja, zo mooi is dat. Die kracht van God in je leven. Ik zei altijd tegen die mensen, geef je leven aan Jezus. Het is de enige weg. Die rust en die vrede van God.
die alle verstand te boven gaat. Een genezing. Iemand kon niet lopen en we hadden de naam van Jezus gebruikt en toen kon het wel weer. Ja, ik was helemaal verbaasd. Een jaar of 6 geleden ging ik naar Kenia. Ik ging een reis maken met Compassion mee en we zouden daar sponsorkinderen ontmoeten, projecten bezoeken, kerken bezoeken, scholen bezoeken. En op een van die dagen toen we daar op die reis waren, gingen we naar de Maasai. Dat is een nomadisch volk op 2,5 uur rijden vanaf de hoofdstad, Nairobi. En toen we daar waren, werden we opgewacht door honderden sponsorkinderen die allemaal stonden te zwaaien. Dat was prachtig. En we bezochten daar de hutjes, hoe mensen woonden. Na afloop van het bezoek gingen we nog voetballen. Wij als bezoekers tegen al die Keniaanse jongetjes. En die gastjes die waren supermobiel en die konden goed voetballen. En op een gegeven moment was er een van die gastjes vlak bij mij. En die verdraaide zich, die viel op de grond. Hij verging van de pijn. En zijn ogen die waren helemaal aan het draaien. En ik zag dat zijn knie dik werd, blauwig werd. En ja, we zeiden tegen elkaar van, joh, hij moet uit de zon. Dus ik samen met iemand anders, we tilden hem op. En we liepen naar het dichtstbijzijnde gebouwtje. Dat was een kerkgebouwtje. En we liepen daar naar binnen en we zetten hem op de voorste rij neer. En vervolgens zeiden we tegen elkaar, wat kunnen we doen, wat moeten we doen? Ja, het enige wat we konden doen was bidden, er was geen dokter of arts in de buurt daar. Dus wij begonnen te bidden, hij in het Nederlands en ik in het Engels. Jesus, you are the healer, you can change water into wine, healing for you in Jesus' name. En op een gegeven moment toen zag ik het gebeuren, ik zag het aan zijn ogen. En ik zei, he is healed. Come on, try to walk. En we hielpen hem rechtop. En hij liep voor ons uit naar een soort open raam. En hij keek uit het raam en wij liepen daar zo achteraan. En vervolgens voelde ik een warme wind naar binnen komen. En op dat moment zag ik dat jongetje naar buiten speren. Die ging weer lekker voetballen. En voor mij ging op dat moment de wereld om me heen even uit. En ik liep naar buiten, dat kerkje uit, en ik zei tegen God in gedachten, waarom gebeuren dit soort dingen hier nou wel, maar nooit bij mij in Nederland? Want ik kende dit helemaal niet, een genezing door mijn handen heen. Ik had in die tijd net geleerd om Gods stem te verstaan en hoe hij soms spreekt op mijn gedachten heen. En ik kreeg in mijn gedachten, omdat je thuis niet zo bidt. En ik ben erover na gaan denken, wat is dat nou? Dus ik ging op zoek. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Ik kwam terug uit Kenia en ik dook meteen in allerlei boeken over opwekkingen. Wat gebeurt er dan allemaal als de Heilige Geest in beweging komt? Deze van John Wimber, die veel genezingen door zijn bediening heeft mee mogen maken. En ik wilde natuurlijk ook die kracht hebben om te groeien. Ik denk, dat wil ik ook, dat lijkt me zo gaaf. Ja, het was een bijzondere tocht om steeds meer te ontdekken van hoe werkt dat nou eigenlijk? Bidden, hoe kun je daar dan in groeien? Hoe werkt dat nou eigenlijk? En ik ging zelf ook uitstappen. Ik ging in de buurt rondlopen. Als ik mensen tegenkwam, ging ik voor ze bidden. Als ik iets zag, als ze met een kruk liepen. Als ik in de supermarkt was, wilde ik overal het goede nieuws brengen van Jezus die geneest. Toen Werner voor zoveel mensen ging bidden, was het voor mij heel onaangenaam. Dat is eigenlijk de meest pure reactie die ik je kan geven. Ik vond het ver buiten mijn comfortzone. Ik weet nog dat hij heel blij was en dat ik ook voor hem wel blij wilde zijn, maar ik kon het gewoon niet. Ik begreep niet waar hij mee bezig was. Maar ik was zo hongerig, ik wilde zoveel weten. Ja, het was heel lastig om nog verbinding te leggen met mijn vrouw en met mijn kinderen. Omdat zij mij zagen veranderen. En ze begonnen zich te schamen voor mij. Ze dachten, wat is hij toch allemaal aan het doen? Mijn vrouw die wilde niet meer met me naar de supermarkt. Want die dacht, zometeen dan gaat hij weer bidden of weet ik wel wat doen. Ik weet nog dat ik 's avonds op bed lag. En ik was echt zo verdrietig weer. En ik heb nooit
Gods stem gehoord of wat dan ook, maar ik hoorde echt heel duidelijk de gedachte, laat het los, laat hem los. En dat heb ik gedaan. Ik was zo onder de indruk van de Heilige Geest en hoe die werkt, dat ik me soms ook wel te veel ging focussen. Bijna druk ervoor om daarin en daarnaar te handelen. Maar ja, God heeft me echt in een ontspanning gebracht dat ik het soms ook kan met rust kan laten. Ik ben nu met mijn gezin bezig of wat dan ook. En gelukkig ben ik niet de enige op deze wereld. God wil zoveel meer mensen gebruiken. Maar ja, ik mocht ontdekken dat er een soort uitnodiging klaar ligt voor mij om echt in een persoonlijke, intieme relatie met Jezus te komen. Hem meer en meer te leren kennen. Ja, ik ontdekte dat als ik dan bij hem ben, dat hij helemaal niet zo erg uit is op wat ik allemaal aan het doen ben. Maar dat hij me gewoon lief heeft en van me houdt. Hij veranderde gewoon heel erg om wat hij leerde kennen. Omdat hij de geest en omdat hij God leerde kennen op een andere manier dan wij gewend waren van huis uit. Het duurde voor mij gewoon langer om achter hem aan te komen, om achter dat traject aan te komen. Maar hij kwam ook weer dichter bij mij. Dus dat, we zijn allebei veranderd. Ik denk dat het is. Ik hoorde zijn stem heel duidelijk. En eigenlijk wat ik hoorde was dat hij zei, stop. Tot hier en niet verder. Jij hoort hier niet. Ik ben van nature niet een onzekere persoonlijkheid. En ik sta letterlijk mijn mannetje wel. En ik kan mezelf altijd goed verwoorden. Mijn mond was ook altijd mijn grootste wapen in mijn werk. Alleen, mijn hart is wel enorm vertrapt geweest. En dat maakte mij van binnen gewoon steeds kleiner en kleiner. Ik raakte ook in een burn-out in eerste instantie. Dat werd later een depressie. En ik was mezelf totaal kwijt. En de relatie waarmee ik was, er waren af en toe wel eens momentjes dat er een soort lichtpuntje was. Dat er even iets leuks leek te zijn. En dat waren de momentjes dat er dan vaak een uitje was. En dan gingen we vaak richting de gokhal. En ik had helemaal niks met gokken. Maar gaandeweg dat we dat vaker deden en ik daar vaker zat, begon ik te snappen dat je met je verstand op nul een stom spelletje spelen. Dat ik dat eigenlijk heerlijk vond. Niet na hoeven te denken over mijn problemen, over mijn pijn of mijn verdriet. Door mijn burn-out, CQ-depressie, zat ik al een tijdje in de ziektewet. En er werd druk gezet om weer te reïntegreren. En in die fase gingen wij steeds vaker en vaker naar de gokhal. En er was op bepaalde rekeningen die niet betaald konden worden. De dag dat ik begon, moest ik iets inleveren bij de administratie. En op het moment dat ik daar naar binnen liep, zag ik een potje staan waar precies het bedrag zat wat ik nodig had voor die rekening. En in een vlaag van verstandsverbijstering heb ik dat geld gepakt. En meegenomen. Maar wat ik niet wist is dat er in die fase eigenlijk een intern onderzoek gaande was. Hingen overal camera's en ik werd eigenlijk meteen gesnapt. De gevolgen waren heftig. Nou ja, daar is uiteindelijk uit voortgevloeid dat ik letterlijk alles ben kwijtgeraakt wat ik op dat moment had. Niet alleen mijn baan, mijn collega's en mijn vrienden. Maar ook mijn huis en mijn relatie en alles wat op dat moment actief was in mijn leven ging op non-actief. En ik heb een taakstraf gedaan, vrij 180 uur, dus vrij heftig. En ik werd niet alleen op non-actief gezet in mijn werk, maar ik kon alle aanverwante banen ook niet meer doen. Dat was een hele zwarte periode. Want ik was al beschadigd, ik zat al in een depressie.
had heel veel schaamte vanuit wat er allemaal was gebeurd. Ik raakte gewoon mezelf kwijt en ik kwam op een punt dat het me allemaal niks meer uitmaakte. Dat het, ik rende steeds meer en meer naar het gokken toe. Dat gokken werd steeds groter en groter. En daardoor werkte ik mezelf langzaam verder en verder de nesten in, want er ontstonden toen schulden. Ik had een stukje onderhuur bij mensen. Ja, dat moest ik wel bekostigen, betalen. En je hebt nog wat andere telefoonrekeningen, dat soort dingen, wat gewoon doorloopt. Verzekeringen. Maar ik had het geld niet, want ik vergokte mijn geld. En ja, dan moet je aan geld komen. En een baan was ik helemaal niet in mijn toestand. Dus eigenlijk kwam er gewoon een bepaald punt dat ik dacht, nou, het maakt me eigenlijk niks meer uit als ik maar gewoon geld verdien. En toen besloot ik dus de prostitutie in te gaan. Dat heb ik zo'n 3 maanden gedaan. Terwijl ik dat werk aan het doen was, was er een bepaald moment dat God me riep. Ik hoorde zijn stem heel duidelijk. En eigenlijk wat ik hoorde was dat hij zei, stop. Tot hier en niet verder. Jij hoort hier niet. Ik negeerde het eerst, maar het bleef. Stop, je hoort hier niet. Ga weg, ga naar huis. En dat was zo indringend dat ik er eigenlijk wel bang van werd. Dat kwam heel dichtbij. Maar in een soort paniekreactie na een aantal keer dat heel indringend gehoord te hebben, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik weggegaan. Gods belofte om je altijd te dragen, waar je ook doorheen gaat. Ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn spullen in de hoek gegooid en ik voelde zoveel het was net of er een soort bom ontplofte in mij. Alle weggestopte emoties, alle... alle gebrokenheid en alle pijn explodeerde binnenin mij. En dat heb ik er allemaal uitgegooid. Ik heb tegen God geschreeuwd en getierd. En urenlang heb ik zoveel... Nou ja, ik zei het woordje u. Dat was nog de enige respectvolle van alles wat ik op dat moment uitkraamde en riep. En ik heb net zo lang geschreeuwd en getierd en geroepen en gescholden totdat ik eigenlijk leeg was. En de hoofdmoot in dat verhaal voor mij was het voetstappenverhaal. Ik was heel erg teleurgesteld eigenlijk. Want over het voetstappenverhaal. En ik zei, Heer, dat voetstappenverhaal, dat klopt voor gemeten. Dat is helemaal niet waar. U heeft me nooit gedragen. Ik ben steeds dieper en dieper gegaan. Steeds kapotter en kapotter gemaakt. En ik zie niet waar u mij hebt gedragen hierin. En ik was daar zo boos over en zo teleurgesteld over. En in die boosheid en in die teleurstelling bleef ik maar schreeuwen en tieren. Net zolang totdat ik gewoon geen tranen meer had en geen woorden meer had. En ik eigenlijk alleen maar stil werd. En ik ben in slaap gevallen. In de ochtend werd ik wakker en toen werd er op mijn deur geklopt. Daar werd ik ook eigenlijk wakker van. En ik deed de deur open en dat was de vrouw die daar, waarvan het huis eigenlijk was. En die zei, ik heb je post. En ik pakte het aan en er zat een koker bij. En er stond alleen een geel briefje op met, geloof ik, mijn naam erop. Geen adres. En toen maakte ik die koker open. En tot mijn grote verbazing zat daar een poster van het voetstappenverhaal in. En ik was eigenlijk helemaal verbaasd, flabbergasted helemaal. Ik kon het eigenlijk niet geloven, want dat was nou precies het verhaal waar ik zo mee aan het worstelen was met God. En die viel op dat moment op mijn deurmat. Ik had geen idee van wie die poster afkwam. Ik heb verschillende familieleden gebeld om te vragen of ze het gestuurd hadden. Dat was niet zo. En op uitnodiging van mijn moeder ging ik eigenlijk zo'n week later, anderhalve week later, mee naar de kerk.
En daar kwam ik een wildvreemde man tegen die ik helemaal nog nooit had gezien, die mij ook helemaal niet kende. En later bleek dat hij mij die poster had gestuurd in opdracht van God. Hij had gewoon God horen zeggen van koop die poster en doe hem daar en daar in de brievenbus. En dat vond ik echt wonderbaarlijk. Het is zo'n intense belofte van God dat het me letterlijk heeft opgetild. Daar waar ik het vroeger nooit geloofde, voel, ervaar, merk en weet ik. En zie ik ook dat hij altijd daar is voor mij. En dat hij me ook echt letterlijk altijd draagt op momenten dat ik het niet meer weet, niet meer zie. Ik kan u uit ervaring zeggen dat het klopt als een bus. Nou, vanaf dat moment begon eigenlijk mijn zoektocht naar God zelf. En hij heeft letterlijk alles ten goede voor ons gekeerd. En dan is het financiële, mijn bankrekening is nog wel niet opgelost. Maar er is zoveel van binnen opgelost. En het heeft me zo een andere persoonlijkheid gemaakt dan dat ik was. Mijn identiteit is wie ik ben in God. En wie ik mag zijn in hem. Als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik zeker geen perfect persoon, maar ik zie een geliefd persoon. En ben ik blij met wie ik ben, wie ik mag zijn, wie ik mag worden. En zie ik eigenlijk uit naar de toekomst. Ik kan me geen toekomst gewoon meer voorstellen zonder God daarbij. En het is meer een avontuur, een leuk avontuur geworden dan een slepende, langdradige, moeilijk verhaal. Langzaam drijf ik al uit de havens van mijn Heer. Dan grijp ik naar het stuur en leg uw plannen naast me neer. Ik ga mijn eigen weg totdat eerst de golf mij trekt. Want dan begint de storm pas echt. Ik het niet meer droog en vol verdriet kijk ik omhoog. Hier, ik heb zo'n spijt, ik wil dat u mij leidt en mij uit deze storm bevrijdt. Mij uit deze storm bevrijdt. Veilig in uw havens, Vader, slaat roer maar om. U bent mijn schaduw in de hitte en mijn toevlucht als het stormt. Breng mij veilig in uw havens, Vader, slaat roer maar om. U bent mijn toevlucht, mijn schuilplaats in de storm. Stormen zijn bedaard en de lucht is opgeklaard. Zie ik die morgenster die mij de weg wijst terug naar hem. Mijn haven in de nacht,
mijn schuilplaats en mijn kracht. O, breng mij veilig in uw havens, Vader, slaat roem maar om. Ik ben mijn schaduw in de hitte, mijn toevlucht als het stormt. Breng mij veilig in uw havens, Vader, slaat roem maar om. U bent mijn toevlucht, mijn schuilplaats in de storm. Slaat roem maar om, u bent mijn schaduw in de hitte, mijn toevlucht als het stormt. Breng mij veilig in uw havens, Vader, slaat roem maar om, u bent mijn toevlucht, mijn schuilplaats in de storm. U bent mijn toevlucht, mijn schuilplaats in de storm. Zoveel onvervulde dromen, en weet het beste moet nog komen. Zolang je naar me kijkt, niet naar omstandigheid, ligt alles binnen handbereik. Dus kijk niet achterom. Kijk vooruit en zie wat er ligt in het verschiet. Ik geef je kracht en nieuwe hoop. Ik maak waar wat ik beloof. Door de diepte en de dalen, weet ik zal je nooit verlaten. Ik geef je nieuwe hoop, de toekomst die ik heb beloofd. Ik vraag zo dat je mij gelooft. Dus kijk niet achterom. Kijk vooruit, zie wat er ligt in het verschiet. Ik geef je kracht en nieuwe hoop. Ik maak waar wat ik ben. Beloofd en mooiste lief.
kijk vooruit en zie wat er ligt in het verschiet. Ik geef je kracht en nieuwe hoop. Ik maak waar wat ik beloof. Zonder jou, mijn lief, hier aan mijn zij. Schatje, zie je niet, ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij, wil je nooit meer kwijt. Zie je dan niet, datgeen ik zie in jou, ik heb je lief. Schat, geloof me nou. Jij bent van mij en ik ben van jou, niets dat ons ooit scheiden zal. En ik laat je nooit meer los, ik laat je nooit meer gaan. Schat, vertrouw me maar, ik zal er zijn. Kostbaarste geschenk dat jij me gaf, dat maakt tot wie ik ben van jou. En jij bent van mij, ik zal er voor je zijn, altijd. Ik laat je nooit meer los, ik laat je nooit meer gaan. Schat, vertrouw. Luister goed naar deze woorden, ook als de liefde dreigt te smoren. En schatje, je zult zien dat geen zee dit vuur kan doven. Ik zal je dit beloven, ik zal er voor je zijn. Ik zal er voor je zijn. Oh, altijd. Ik laat je nooit meer los, nee, ik laat je nooit meer gaan. Schat, vertrouw me maar, ik zal er zijn, echt waar voor jou, echt waar voor jou. Ja, geweldig. Klinkt zo goed. Gaat het nog allemaal daar in de zaal? Ja? Het is een beetje een 7-gangen menu, hè? Dit. Heel veel goedheid, allemaal lekker eten, maar begin een beetje vol te raken. Maar hebben jullie nog ruimte voor een toetje? We hebben nog één verhaal voor jullie. En dat is het verhaal van Martin. En dat moet je zien, want Martin is echt veranderd door een ontmoeting met God.
Komt-ie. In het dossier daar zit helemaal vol met brieven van de advocaat, schadeverhalen, justitie, verzekeringen. En op dat moment dan besef je toch wel hoe ernstig het eigenlijk was. Ik heb hier ook nog een foto van hoe ik in het ziekenhuis gebracht ben. Hier nog eentje. In de tijd voor mijn mishandeling was ik... Ik had een andere relatie. Ik was praktisch nooit thuis. Ik had een grote schuur in zwarte broek waar ik oldtimers in opknapte. Waar ik eigenlijk dagelijks te vinden was. En als ik daarmee klaar was, dan ging ik toch nog even een biertje kopen. En er waren weinig avonden dat ik eigenlijk thuis was. En in die tijd, ja, ik dacht niet eens aan godsdienst of wat er ook aan vasthing. Dat was voor mij totaal niet belangrijk. En het was lang leven de lol. Ik was in die tijd ook vrij roekeloos. Ik had geen rijbewijs voor mijn motor, toch reed ik motor. Met autorijden net zo. We hebben wel eens met die jongens onder elkaar erover gehad van stel dat er een ongeluk was, dat je morgen plotseling weg zou zijn, zeg maar, dat je sterft door een ongeluk. Nou, het kon mij niet raken in die tijd, tot eigenlijk mijn mishandeling. Het is altijd nog moeilijk om hierin te kijken voor mij. En eigenlijk wil ik ook niet dat mijn kinderen het laten zien, dus ik moet het maar eens een keer wegdoen. Het moeilijke hieraan is dat die herinneringen eigenlijk terugkomen. Maar vooral van voor de tijd, zeg maar. Voordat ik tot inkeer kwam en dat ik eigenlijk weer gelovig werd. En dat is een periode die ik heel graag af wil sluiten en eigenlijk al afgesloten heb. Hier ook een artikel vechtpartij in horecazaak, politie zoekt getuigen, Nijkerk en mogelijk blind na klappen. Het klopt niet helemaal, want het was geen vechtpartij, het was een eenzijdig iets, zeg maar, dat ze mij finaal in elkaar sloegen. 4 maart 2005, toen zat ik met een kameraad van me, Teus heet die, en zaten we in de kroeg ernaast, zeg maar. En Teus stelde op een gegeven moment voor om even in de tent naast te gaan kijken, want zijn dochter die zou er waarschijnlijk ook zitten. En dan zouden we even gaan kijken. Dus we zijn daar al heen gegaan. En er waren nog een paar maten van me bij die ook meegingen. En toen we aan de deur kwamen, toen merkten we al een beetje een gespannen sfeer bij de uitsmijters daar. Dat wij eigenlijk te oud waren om daar in zo'n jeugddisco rond te lopen, zeg maar. En ik heb nou even staan praten van het meisje achter de bar. Die werkt ook in de patatzak waar we tussen de middag ook nog wel eens aten. Waar we met de schildersklus bezig waren in Nijkerk. Dus daar was ik nog even mee aan het praten. En die jongens die waren ondertussen vertrokken. En toen keek ik op mijn horloge, het was iets van 2:15 s'nachts. En dacht, nou laat ik nu maar eens een taxi pakken. Dus ik geef het loodje geef ik aan de portier. En de portier die geeft mij een jas die mij totaal niet paste. Maar ik trok hem toch aan en toen kwam ik erachter dat het mijn jas niet was. En toen zei ik dat mijn jas absoluut niet was, steeds veel te klein. En toen werd er op een agressieve manier al gelijk gezegd van, trek uit die jas. En ik zei, ja joh, rustig maar, helemaal geen probleem. En toen ik hem halverwege uit had, want ik schud eigenlijk altijd mijn jas zo uit. En dan zit die handen klem, die armen klem, en toen kreeg ik aan alle kanten vreselijke klappen. En toen ik op de grond lag, weet ik ook nog dat er op mijn hoofd getrapt werd en op mijn lichaam getrapt werd. En ook nog dat ik nog een keer overeind gesleurd ben en daarna is eigenlijk het lampje uitgegaan. Alles bij elkaar heb ik 9 operaties aan het oog gehad. De horenvlies was kapot, de iris was kapot, eigenlijk was alles kapot in het oog. Dus ik moest eigenlijk afscheid nemen van mijn oog. Dit oog, mijn goede oog, dat was vroeger mijn slechte oog. Dus mijn goede oog is blind geslagen, links en rechts zie ik eigenlijk zonder lens maar 15% mee. Dus dat is eigenlijk ook een zwaar gehandicapt oog. Maar door die lens van meneer Visser, die ook in het AFU zit, dankzij die mannen, die ben ik ook heel erg dankbaar. Zie ik 100% met dat oog. En die diepte heb ik niet meer. Dus van het schildervak, ik heb het nog een poosje geprobeerd, maar helaas, dat kon eigenlijk gewoon niet meer lukken. Ik denk dat ik hem maar moet vernietigen, in ieder geval zo opbergen dat mijn kinderen het niet zien voordat ze volwassen zijn. Want er staat zoveel ellende in, dat ik ze toch maar besparen dan.
De vraag was natuurlijk heel vaak van, ja, waarom? En dan ook nog eens een keer zo ernstig. Het was alleen, niet alleen dat ik mijn oog kwijtraakte, maar je raakt ook een stukje je zelfvertrouwen kwijt, maar ook een stukje vertrouwen in andere mensen die je dat aan kan doen. En in die tijd was het wel zo dat ik gewoon vreselijke wraakgevoelens had. Ik heb het altijd in bedwang kunnen houden, gelukkig. En er eigenlijk nooit wat mee gedaan en het helemaal op justitie aan laten komen, dat het een rechtszaak werd. En de rechtszaak heeft ook alles bij elkaar 8 jaar geduurd. En het was voor mij een zeer moeilijk proces, omdat je emotioneel best wel een wrak bent op dat gebied voordat het afgesloten is, zeg maar. Het duurt zo lang, je wil het graag afsluiten en dan verder gaan met je leven, maar dat is uiteindelijk toch gelukt. En jij, Marcus? Doen we voor mama deze. Hoppakee. Ik leerde mijn huidige vrouw leren kennen. En dat is nu ondertussen 11 jaar geleden. Ik was op een schildersklus bezig en daar liep Els dus ook, zeg maar. En daar heb ik heel veel gesprekken mee gehad. En we zijn ook wel eens samen uitwezen eten en wezen stappen. En die gesprekken die zij voerde met mij, ook over het geloof, dat besefte ik op een gegeven moment dat mij dat een bepaalde rust gaf, zeg maar. Een soort van vrede. Als ik bij Els was, dan vergat ik alles om me heen. En ik ben helemaal geen prater. Ik ben best wel een moeilijk persoon in omgang. En Els was de vrouw die mij eigenlijk gelijk begreep. Niet alleen in het geloof, tenminste dat had ik toen nog laten vallen, maar ook in het dagelijkse leven. Ze kon lezen en schrijven met me. En dat was voor mij een ware ervaring. Dat was sinds mijn jeugd eigenlijk niet meer gebeurd. Zo, 1, 2 plus 1, 2 is 1, 2, 4. Ik ben christelijk opgevoed met de zware hand van de Bijbel, eigenlijk, om het zo maar te noemen. Het geloof was voor mij eigenlijk een soort angst geworden. Angst voor hel, duivel en verdoemenis, zeg maar. En toen ik Els leerde kennen, toen liet zij mij zien dat God liefde is. Op een dag stond ik in Ermelo een huis te schilderen en ik stond boven op de pannen de nokken te schilderen. En ik moest met mijn kwast heel erg reiken naar het uiterste puntje om daar bij te kunnen, zeg maar, om te schilderen. Op dat moment gleed ik uit en gelukkig kon ik met mijn elleboog precies op de nokken van de pannen terechtkomen. En zodoende niet van het dak verder gerold zijnde om op de grond te belanden. Ik krabbelde eigenlijk overeind en op dat moment dat ik weer overeind krabbelde en weer op die nok ging staan, kwam er een heel vreemd gevoel over me heen. Het was net of ik in een soort van glazen bol zat of zo, een soort bubbel, zeg maar. En ik wist gewoon, ik ga niet vallen, er kan me niks gebeuren. En waarom? Heel vreemd, ik wist het gewoon. En ik ging op die nok staan, ik schilderde verder. En op dat moment kwamen de vragen in mijn hoofd die ik jarenlang in mijn hoofd heb gehad. Vanaf mijn jeugd, zoals zijn Els en ik voor elkaar bestemd. En ik kreeg dan een antwoord op. Het werd gewoon als het ware ingefluisterd. En alle vragen die ik stelde, bijvoorbeeld ook van mijn oog. Waarom ben ik aan de ene kant verblind en is mijn oog zo mismaakt? En ik kreeg ook als antwoord, bijvoorbeeld, ik kijk 's morgens in de spiegel en dan zie je dat je links blind bent. Het is zichtbaar. Maar besef dan ook dat je nog leeft. Want dit had ook volgens de dokters heel anders af kunnen lopen. Ik ben door het oog van een naald gekropen en zo dicht ben ik eigenlijk bij de dood geweest. Ik besefte op dat moment ook dat het iets heel bijzonders was wat mij toen gebeurde. Dus ik ging steeds meer vragen stellen, want de antwoorden kwamen gelijk. In mijn hoofd stelde ik de vraag en het antwoord lag daar. Het lag er gewoon. En toen ik 's avonds thuis kwam, vertelde ik het verhaal aan Els. En Els zei, ja, maar dat was God. Hiervoor was ik keihard, kende weinig emoties. Maar als het over het geloof gaat, de laatste tijd, dan
kan ik het gewoon niet onder controle krijgen. En toch voor mij ook niet. Is goed zo. Ik vind het fijn. Als ik terugkijk naar mijn verleden, zeg maar, en ook hetgene wat er gebeurd is toen met mijn oog, ik zal het nooit vergeten, maar ik vergeef het ze wel. En dat kan alleen met de kracht van God, dat heb ik ook ervaren. De laatste tijd heb ik zelfs voor ze gebeden. Met het verhaal van Martin zijn we bijna aan het eind gekomen van deze avond. Ik moet zeggen, ik vond de filmpjes zelf heel indrukwekkend. Ik weet niet wat jullie ervan gevonden hebben. Ieder verhaal was een verhaal waarin je Gods grootheid, Gods liefde, Gods kracht, Gods troost hebt kunnen zien. En daar word je dan stil van. Daar heb je eigenlijk geen woorden voor. En vanavond hebben we die verhalen willen laten zien. Gewoon om ook te laten zien wat God doet in mensenlevens. En je kunt er heel veel nog over napraten, heel veel over zeggen. En dat willen we ook straks doen. We willen jullie echt de gelegenheid geven van ga nog niet gelijk naar huis. Maar neem de gelegenheid om nog even met elkaar na te praten straks in de foyer. Ik wil eigenlijk een heel groot applaus vragen voor alle mensen die zichzelf hebben laten zien vanavond, die hun verhaal hebben verteld. Ja. Want ze hebben het verdiend. Ze hebben zich zo kwetsbaar opgesteld en vanavond hebben hun verhalen gehoord. Straks gaan hun filmpjes de ronde op internet en dan mogen we het delen, mogen we het doorsturen en mogen jullie het zelf ook doorsturen. Ik zou dat echt doen, want er zijn zulke mooie verhalen geweest vanavond die het waard zijn om nog meerdere keren te laten zien aan andere mensen die hier vanavond niet konden zijn of die misschien niets op de livestream hebben gezien. En ik zou zeggen, doe dat vooral. Ik wilde eigenlijk de band nog even vragen, want ik wil ook voor de band even een applaus. Kees en band, kom even. Ja. En het hoort eigenlijk altijd zo dat de artiesten een bloemetje krijgen, dus deel ze maar even uit, als je wil. Jullie gaan straks nog een lied spelen, maar de bloemen staan voor jullie, leg ze maar even neer anders. En nog even een applaus, jongens. Want ik vond het echt een... Ja, je kan zo... Jullie, ze leggen daar neer. Oké, ja. En mag ik nog één bloemetje voor jou? Ja. Voor Adriaan. Als symbolisch geef ik het aan jou. Voor het hele filmteam. Die ook een applaus waard heeft om alles te filmen, te monteren. Geef ze ook even een applaus. Ze zit hier in de zaal. Ontzettend bedankt. Ik wil, voordat de band nog een laatste lied gaat zingen en spelen, wil ik nog graag even iets belangrijks zeggen. Wij hebben gemeend om vanavond geen toegangsprijzen te vragen. Zowel voor de zaal hier, om hier te zijn, en ook de livestream was gratis. En wij gaan ook geen collecte houden, dus wees maar niet bang. Maar ik wil wel één ding zeggen. Wij willen heel graag het werk van Expedition Glory steunen. En dat betekent dat jullie allemaal de gelegenheid krijgen om dat te doen. En dat is helemaal vrijwillig. Maar de droom van Adriaan is om 1000 getuigenissen online te zetten. En dat betekent dat er nog veel meer verhalen gefilmd gaan worden. En dat brengt kosten met zich mee. Zoals ook zo'n avond als vanavond, dat brengt kosten met zich mee. Maar wij hebben gezegd, van nee, we geven dat aan Adriaan, want we vinden het belangrijk. Hier zien jullie een mogelijkheid om het werk van Expedition Glory te steunen. Dat is een QR-code. We horen heel veel van de QR-codes de laatste tijd. Maar deze QR-code is bedoeld om het werk van Expedition Glory te steunen. Dat kun je heel simpel doen door je camera erop te richten van je mobieltje. En dan verschijnt er een bedrag in beeld.
En dat mag je proberen. Dat mag, dat hoeft niet, maar dat mag. Er zijn ook andere mogelijkheden. Als je dit doet, dan krijg je een bedrag in beeld van 25 euro. Dat bedrag, dat kan je altijd overschrijven. Als je dan doorscrollt, dan heb je de mogelijkheid om daar minder geld van te maken. Of meer geld, dat laat ik helemaal aan jullie over. Er is ook een andere mogelijkheid om gewoon naar de site te gaan van expeditionglory.com. Naar de site doneren en dan kun je ook Adriaan steunen voor een eenmalig bedrag of een bedrag per maand of per jaar of wanneer je dat maar wil doen. Nogmaals, ik zeg het, dit is allemaal op vrijwillige basis, maar we vinden het ontzettend belangrijk om dit aan jullie bekend te maken dat dit kan en dat we dit heel graag zouden willen. Dus denk erover na en doe het vanavond of doe het een andere keer of denk erover na of je het wilt doen. En dan zou ik zeggen, ben ik nog iets vergeten? Ik denk het niet. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ja. Dus Kees en Bent, hartelijk bedankt voor jullie liederen. Echt heel tof wat jullie hebben laten horen. Heel mooi. Ze gaan nog één lied zingen. En de vraag is aan jullie om onder het zingen van dit laatste lied de zaal te verlaten. Ja, dat klinkt wat oneerbiedig, nee, Kees. We spelen de zaal leeg. Jullie mogen even luisteren en dan onder de muziek mogen jullie weggaan. En blijf dan even hangen. Dan kunnen jullie napraten met elkaar. Jullie kunnen de mensen ontmoeten die hier vanavond te zien zijn geweest. Als jullie vragen willen. Als jullie ook vragen hebben over wat je gehoord of gezien hebt. Kun je naar de mensen toestappen die je gezien hebt. Of naar ons, naar Adriaan of naar mij. En probeer met elkaar in gesprek te komen. En probeer eens na te praten. En als je wat wil drinken, kan je dat ook krijgen bij de bar. Dat is wel tegen betaling. Niet alles is gratis. Maar dat praat misschien wat makkelijker als je de keel ook gesmeerd hebt. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. We vonden het heel fijn dat jullie geweest zijn. Echt heel fijn om zo'n volle zaal te zien. Met allemaal mensen die gekomen zijn om dit te horen en te zien. Ik zou zeggen, luister nog even. Een hele fijne avond verder. En God zegen. Dank jullie wel. Niet schrikken, hè? Dat de tijd zo razendsnel door mijn vingers weet te glippen en me steeds haar rug toekeert. Wetend hoe hard ik ook zou rennen, zij mij altijd weer passeert. Vind ik ooit rust? En als ik zie naar wat gaat komen, wat er ligt in het verschiet, zoveel wonderlijke dagen, maar ook moeite en verdriet. Dus ik geniet van elke knipoog en ik koester elke lach. Zijn die doodgewone dingen waar ik zo snel over sta? Verzamel schatten in de hemel, daar waar mot nog roesten bijt. Ik zoek het koninkrijk van vrede en haar gerechtigheid. Oh, en ik maak me echt geen zorgen, wat de dag van morgen brengt. Hij geeft me rust. Ja, de tijd vliegt razendsnel voorbij, mijn reis is slechts van korte tijd. Oh,
Zorgen maar.